Ik ga vandaag Turks brood maken. Van Turks brood bestaan verschillende recepten, dus niet één recept. Zo heb je naturel Turks brood, maar je hebt ook gevulde Turks brood. Ik wil vandaag basic beginnen, dus ik maak een naturel Turks brood. Misschien in de toekomst nog gevulde Turks brood, wie weet. Dan kunnen we nu over naar de ingrediënten en kunnen we beginnen. Nou, wat heb je nodig? Je hebt 125 ml water nodig, 1 theelepel suiker nodig, 2 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels Grieks yoghurt, hoe ironisch, Turks brood. 1 zakje gist, daar zit zo'n 7 gram in. En 350 gram tarwemeel. Als eerste zeef de tarwemeel samen met een vleugje zout boven de kom. En dan kan de gist erbij. De gist, de suiker, de olie en het water. Huppakee. Als eerst meng ik dit met elkaar zo een beetje. Dan kun je het uiteindelijk gewoon gaan kneden met je handen. Mocht het deeg een beetje droog zijn, kun je er altijd een klein beetje water bij doen. Het begint klein, dus als je te veel hebt is het natuurlijk jammer. En probeer het deeg zo soepel mogelijk te kneden. Gewoon echt kneden, de hele tijd door, dat je echt een mooie bal krijgt. En als laatste maak je even een klein gat hierin. Doe je de Griekse yoghurt erbij. Zo. Maar dat meng je er nog eventjes goed doorheen. De reden waarom de Griekse yoghurt als laatste moet, is omdat de eerste andere ingrediënten goed moeten worden opgenomen. Dus dan wordt het natuurlijk een beetje nat. En dan doe je er wat meel bij. Gewoon om het wat soepeler te maken. Als er gewoon de hoeveelheid ingrediënten die ik heb opgenoemd net erin zitten, dan is het prima. Voor de rest kunnen we een beetje spelen met bloem en water, tot je gewoon een soepel deeg. Wanneer je dit hebt, pak je een beetje een vochtige kom. Dit doe je erin. En doe je er een vochtige doek overheen. Zo. En dan kan hij een uurtje eventjes oprijzen. In een kast of zo. Zie ik je over een uurtje terug. Oké, we zijn nu een uur verder. Dan ga ik hem even openmaken. Nou, het deeg is lekker een beetje gerezen. Kom, ga ik nog even eens goed kneden. Oh, het is goed soepel, dat is mooi. En dan kun je hem uitrollen tot een plak van ongeveer 1 centimeter. En dan pak je een bakplaat en dan doe je er wat bakpapier op. Zo, of je kunt hem invetten. Zo, net wat jij fijn vindt. En dan leg je daar je brood, of nou ja, het is nou nog deeg natuurlijk, erop. En dan kan die op 200 graden 15 minuutjes in de oven. Nou, dit is het eindresultaat. Dit is het brood geworden. En het is belangrijk om het nu gewoon eventjes te laten afkoelen. Het is nou echt gloeiend heet. Nou, dit is het eindresultaat geworden. Een beetje hier zie je een close-up. Dus het brood, het is echt gewoon brood. En het is, oh, het is gewoon goddelijk, ja. Ik heb zo zin om te gaan proeven. Echt heel erg lekker. Het is dus gewoon eigenlijk normaal brood, maar met een net wat meer een lekkerdere toevoeging. Ja, ik raad het je echt aan om te gaan maken. Dan wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doeg!